ongelofelijke eer om hier vandaag samen met u aanwezig te zijn en het woord te mogen voeren. Want ik ben ervan overtuigd dat deze dag de geschiedenisboeken in zal gaan als het begin van de bevrijding. En ik ben hier nu al een uurtje aanwezig en ik heb veel mensen gesproken. En wat opvalt is dat heel Nederland hier vandaag vertegenwoordigd is. En dat is zo belangrijk, want we voeren een gemeenschappelijke strijd. En of je nu man bent of vrouw bent, jong of oud. Of je nu een lichte huidskleur hebt of een donkere huidskleur. Of je nu homo bent of hetero. Of je nu wel gevaccineerd bent of niet gevaccineerd bent. Wij kijken niet naar wat ons verschilt. Wij kijken naar wat ons met elkaar verbindt. En wat ons verbindt is dat wij allemaal vrij willen zijn. Wij willen onze vrijheid terug. En daarom staan we hier, eensgezind, zij aan zij, hand in hand. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. En deze eendracht, die is de machthebbers een doorn in het oog. Want eendracht is macht. En hiermee vormen wij een bedreiging voor de macht. Want zij willen dat wij onderling verdeeld zijn. En dat wij zo druk zijn met onze onderlinge verschillen en conflicten, dat wij niet meer doorhebben wie de daadwerkelijke vijand is. Maar ik heb slecht nieuws voor de machthebbers, want wij laten ons niet uit elkaar spelen. Wij zijn één, wij maken één vuist. En het is tegelijkertijd wel heel confronterend om te constateren wie dan onze vijand is. Dat zijn namelijk de mensen die het eigenlijk voor ons op zouden moeten nemen. Onze overheid heeft als taak om de belangen van de Nederlandse bevolking te behartigen. Maar in plaats daarvan worden onze belangen verkwanseld. En behartigt men de belangen van een globalistische elite. Die er openlijk voor uitkomt om de nationale staten te willen opheffen. En te willen vervangen door een globalistische, technocratische, nieuwe wereldorde. En om dat te realiseren worden onze grondrechten steeds meer en meer ingeperkt. We worden onder enorme druk gezet, therapie. En we worden onder druk gezet om een Orwelliaanse applicatie te gaan downloaden met QR-codes. En wie niet meedoet, die wordt dadelijk totaal uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Voor het eerst, sinds de Tweede Wereldoorlog, wordt er weer een staat van apartheid gecreëerd. Medische apartheid. Rechtsongelijkheid met eerste en tweede rangs burgers. Maar wat ze ook proberen en hoe ver ze de druk ook opvoeren, wij zwichten niet voor tirannen. En het regime? De grote leugen dat deze onderdrukking en discriminatie noodzakelijk zouden zijn voor onze volksgezondheid. Maar die leugen is zo groot dat nog steeds veel mensen niet kunnen geloven dat iemand de waarheid zoveel geweld aan zou doen. Maar toch doen ze het, want onze tegenstanders zijn meedogenloos. Zijn iedere vorm van empathie verloren. Ze gaan over lijken in de meest letterlijke zin van het woord. En dat is waar wij tegen strijden. En die strijd die gaan wij winnen. Ik ben er volledig van overtuigd, vooral als ik hier vandaag om me heen kijk, dat wij deze psychologische oorlog gaan winnen. Deze oorlog tussen het goede en het kwade. Tussen het licht en de duisternis. Tussen het goddelijke en het satanistische, tussen de waarheid en de leugens, tussen het volk en de tirannen, tussen David en tegen Goliath. Wij gaan deze oorlog winnen. Maar dat moeten we wel samen doen, want samen staan wij
sterk. En daarom is er wel één heel belangrijk punt waar wij vandaag nog mee kunnen beginnen. Allemaal. Op vreedzame en liefdevolle wijze. Maar het is zo belangrijk dat wij allemaal stoppen met het gehoorzamen aan die tyrannieke en dictatoriale regels die ons op onrechtmatige wijze worden opgelegd. Want op dit moment is niet ongehoorzaamheid, maar gehoorzaamheid de grootste bedreiging voor onze vrijheid. En burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd vreedzaam. Vanzelfsprekend, wij blijven altijd liefdevol. Wij zijn nota bene de partij van de liefde. Maar dat neemt niet weg dat het veel makkelijker is om vrijheid te verliezen dan om vrijheid terug te winnen. De geschiedenis laat zien dat eenmaal verloren vrijheid vrijwel altijd terug moet worden gevochten. En wij gaan dat gevecht aan. Vreedzaam en liefdevol. Maar wij laten de machthebbers zien dat wij niet bang voor ze zijn. Dat wij ze niet meer respecteren, hun gezag niet meer erkennen en niet zullen gehoorzamen aan onrecht. En daarom, lieve mensen, nog één keer een hartelijk applaus voor iedereen die hier staat, de fantastische organisatie en voor het begin van de bevrijding. Dank u wel. Ik kan mijn vader stil ook meegenomen.
Yeah.
Dat ze wel daar hebben.
zou ik hier niet lopen.
Alles. Kijk dan.
is kippen. Dankjewel. En dat voor mij. Ja, dat is een
met je hoofd. Wilt u water? Fucking hell!
Daar komen andere mensen mee aan. We hebben nog posters gekregen van iemand anders. Die vraagt hem van mogelijk iets uit. Nee, dat zijn de ouderen. April zijn alle organisaties van start gegaan met fakkeltochtjes door weer en wind. En de alternatieve media is op gang gekomen en de rechtszaken zijn begonnen. En het resultaat van al die samenwerking van al die mensen, dat zie je vandaag op één dag. Hier al, het zijn jullie. Dit hebben jullie zelf geregeld. En wie we ook niet mogen vergeten, die hier in Amsterdam hele goede connecties heeft, is Michel Rijnga. Applaus voor Michel Rijnga! En voor mij, ik dank jullie allemaal. Je weet, ik sta hier niet zo graag heel lang. Nou ja, soms. Ik ga er vanaf. Ik dank jullie allemaal. En ik wens jullie een hele fijne dag. En we hebben vandaag 5 september 2021... geschiedenis geschreven in Amsterdam voor de vrijheid van de Nederlandse kinderen. Ja, goed. En het is een historische dag, Dennis zei het al. Ik denk dat het in deze eeuw nog niet voorgekomen is dat er zoveel mensen in Amsterdam zijn. Dat het 2 uur duurt voor de laatste binnen zijn. Dat de borden op de ringweg aangeven Amsterdam is vol. En dat hebben wij veroorzaakt. Ik heb net allerlei dingen waar wij voor en tegen zijn, heb ik al uitgesproken. En ik ga afsluiten met de meest belangrijke tekst die ik vandaag gezegd heb. Rutte, hoe gauw, blijf met je poten van onze kinderen! Tot de volgende keer!